Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Nederland had vandaag te maken met veel bewolking. Alleen in Zeeland heeft de zon af en toe geschenen, maar verder was het dus een grijze boel en uit die bewolking viel van tijd tot tijd ook wat neerslag. Onze aanvoer wordt oost tot noordoost en vanuit die kant komt koude lucht onze kant op. En dat gaan we merken, want de neerslag die nu nog valt, laat af en toe al wat natte sneeuw zien en die neerslagsoort die zal steeds vaker zelfs droge sneeuw gaan worden. Dat zal als eerste gebeuren in het noordoosten van het land. Daar valt dus wat motregen daar komt de koude lucht als eerste binnen en daar dus af en toe al wat natte sneeuw en in de avonduren wat droge sneeuw de neerslag die we in het zuiden zien, die zal deels oplossen. En voorlopig ook nog niet overgaan in een winterse vorm. Uiteindelijk kan dat wel gebeuren. Zover is het nog niet. In eerste instantie moet die neerslag zich nog wat in zuidelijke richting gaan uitbreiden. Dat zal uiteindelijk in de loop van de avond gaan gebeuren. En met een stevige oostenwind wordt allemaal koude lucht aangevoerd. In de avond kan de temperatuur in Groningen al dalen tot een paar graden onder het vriespunt. In het zuiden is het nog boven nul. Maar daar daalt de temperatuur in de nacht ook verder, zodat het min 2 wordt. In het oosten min 5 als minimumtemperatuur. Uiteindelijk in de nacht, vooral in de zuidelijke helft van ons land, af en toe wat lichte sneeuwval. Kan dus wat wit zijn morgenochtend, maar veel meer dan 1 à 2 centimeter verwachten we niet. Stevige wind daarbij, en die maakt het voor het gevoel bitter en snijdend koud. Ook morgen overdag, windkracht 5 tot 7 uit het noordoosten. Temperaturen rond het vriespunt, en dan liggen de gevoelstemperaturen veel lager. En dat weerbeeld houden we vast. Hoewel de sneeuwval in het zuiden, morgenochtend, langzaam minder wordt. Um, het is zelfs droog op de zondag met heel vaak de zon erbij. Die wind blijft een rol spelen en de temperatuur blijft ook nog vrij laag. Maandag neemt de wind dan voorzichtig af. Nog steeds veel zon. En daardoor loopt de temperatuur ook weer wat makkelijker op, tot een flink aantal graden boven nul. En dinsdag zitten we zelfs alweer in de buurt van wat normaal is voor de tijd van het jaar. Dinsdag wel weer wat meer wolkenvelden. En dat tempert dan vooral de minima in de nacht, want die zien we gelijk. Aan oplopen. Ook volgende week rond het vriespunt, maar niet meer dieper onder. En overdag temperaturen die uiteindelijk zelfs weer richting de 10 graden gaan. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl